jouw vader ook meegedaan aan Vaderweek? Ja. Wie is je vader? Hij daar. En hoe heeft je vader het gedaan deze week? Helemaal tof. Ja, mijn vader speelt ook mee. Hij is de coach, hè? En hoe doet hij het? Hij doet het goed. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Ja, we denken het. En ik ben hier namens het Vadercentrum. Dat is een centrum voor de emancipatie van vaders. En dat huist bij mij in school. Wat hebben jullie gedaan deze week? Vanuit school hebben we een informatieavond gehad over je kind te helpen met een keuze voor een bepaald beroep. Van ja, welke beroepen zijn er, waar liggen je talenten, waar liggen je interesses? Want als je dat goed weet, dan raak je gemotiveerd. Ja, en dan is het diploma halen een koud kunstje. En hebben ze allemaal vaderactiviteiten gedaan op de school? Ja, dinsdag is mijn man met de jongste op school geweest. Daar heeft hij in de klas gelezen, geholpen met de werkjes, puzzels. En dinsdag heeft hij ook nog gegymd met de kinderen. Woensdag was er een themaochtend over normen en waarden en regels. En donderdag was hij weer een gast in de klas. En toen is hij ook weer wezen gymmen, maar dan met de oudste zoon. Wat hebben jullie gedaan? Gingen oefenen op het schoolplein en zo. Gaan we ook vogelhuisjes maken bij de kinderboerderij. Voor een goed doel voor de vogels. Ik heb heel erg me bewust te zijn van mijn vaderrol. Ik heb een drukke baan. Maar elke woensdagmiddag staat in het teken van mijn zoontje. En deze woensdagmiddag was extra bijzonder. Want we zijn naar de Sparta trainingsmiddag geweest. Op het trainingscomplex van Sparta. En daar heeft hij samen met het eerste elftal de hele dag mogen trainen. En daar ben ik de hele dag bij geweest. Was hartstikke leuk. Ik heb er vrij voor genomen. En het was dus een hele leuke week. Waarom vind je het belangrijk? De vaders die krijgen vaak zo'n lagere plek, vind ik, qua opvoeding. Terwijl dat helemaal niet zo is. Bij ons is dat in elk geval absoluut niet zo in huis. Wij zijn echt allebei min of meer gelijk thuis. Ook qua opvoeding, alles. En de vaders die worden toch wat vaker achtergesteld. Dat is jammer. Juist de vader kan zijn kinderen ook enthousiasmeren voor school en al dat soort zaken. Terwijl dat niet heel natuurlijk komt. Vaak heeft de moeder die rol, hè, vanuit de traditie, vanuit de cultuur of vanuit gewoon gewoonte. Maar vaders zijn juist ook heel erg belangrijk en om zich te bemoeien met het kind. Vaak houden ze zich afzijdig. Moet je juist niet doen, denk ik. En gewoon met je zoon of dochter leuke dingen doen en je interesseren. Praten met je kind is het allerbelangrijkste. En dan gaat het helemaal goed. Vind je het belangrijk dat je vader meedoet aan Vaderweek? Ja, want hij is de beste. Denk je dat het vaker moet gebeuren? Vind ik wel, absoluut. Echt voor alle vaders. Dit gaat nu niet even alleen maar over de vader van mijn kinderen, maar echt gewoon voor alle vaders. Ja.